Sorry voor de donkere vlogs de hele tijd. Tenminste, ik vind ze echt zo heel grijs en gauw. Maar ja, het is nou eenmaal herfst en donker. 'S Ochtends en 's avonds en zo. Het is nu vrijdagavond. Ik ga zo meteen naar de verjaardag van mijn oom. Ik heb net bij mijn vader gegeten. En nu kwam ik thuis. Er stond een hele grote lusdoos voor de deur. Ik dacht echt, oké. Ik wist niet dat er een nieuwe collectie of zo was. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Ik ga hem nu even openmaken. Tadaa! Er zit een hele grote doos in met een grote strik. Ik denk dus eigenlijk dat het is omdat ik dinsdag jarig ben. Dat is over 1, 2, 3, 4 dagen. Ik zou niet weten waarom anders, maar ik heb de strik nog niet opengemaakt. Dus dat zal ik nu doen. Ik weet trouwens niet hoe Liv weet dat ik bijna jarig ben. Maar goed, maakt niet uit. Oh jongens, ik hou van strikken echt. Strikken vind ik fantastisch. Oh, het is de kerstcollectie alweer. Het ruikt ook zo lekker. Hallo, het is nu zaterdagochtend. En ik ben gisteravond vergeten om mijn vlogcamera mee te nemen naar de verjaardag van mijn oom. Dus vandaar dat ik daar niet heb gevlogd. Een beetje dom. Vanmiddag even outfits maken. Heel veel klusjes doen vandaag. Wassen, opruimen, dat soort dingen. En om 4:30 ga ik even wat drinken met Marielle van de Zumba. Die heb ik al heel lang niet gezien, want ik ga veel te weinig naar de Zumba de laatste tijd. Mijn zaterdag ongeveer deze week. Het is nu zaterdag, ik voel me een stuk beter. Geen last meer van mijn buik of nauwelijks last van mijn buik. Lekker geslapen. Ready voor de weekend. Oh shit, ging dat weer. Van Calvin Harris, ready for the weekend. Ken ik niet? Ja. How deep is your love? Nee. Ik ben ook in de stad en nog weer gaan wereld. Het is hier zo druk. Ik heb even mijn binnenweggetje gepakt. Ik ben bij Merel en ze heeft me even een prachtige poncho aangetrokken omdat ik het zo koud heb. Hier is ze. Mooi jurkje heeft ze aan. We zijn even lekker water aan het drinken, want bij Merel krijg ik nooit goede eten. Wat wil je? Ik heb eierkoek. En nog zo goed dat ik op jouw kamer kwam voor het eerst inderdaad, dat ik deze bank zag. Zo, en toen had ik geen poten eronder, want dat paste niet onder het schuine dak. Oh echt? Ja. Op je vorige kamer? Ja. Wel echt heel leuk. Heeft jouw moeder dit bekleed? Ja, tuurlijk. Maar je moet echt een nieuwe. Ik vind het leuk hoor. Ik ben onderweg naar het park om outfitfoto's te gaan maken met mijn vader. Ik wil er eigenlijk zoveel mogelijk van profiteren dat de bomen nu zo'n mooie kleur hebben. Dus ik ga proberen daar bij die gele bomen outfitfoto's te maken. Zo, de outfitfoto's staan er weer op. Ik ga nu heel even snel naar het postkantoor, want ik moet nog een pakketje ophalen daar. En even langs Bas' werk. Vindt hij vast wel leuk, want Bas is aan het werk vandaag. En nou ja, dan eventjes dus wat drinken met Marielle, gezellig. Bas, even lachen, je komt op de foto. Mama en ik waren naar de film. Ja, ik wil. Maar ze is ook naartoe geweest. Dat was echt heel leuk. En ja, het is een nieuwe bios. En hier kun je dus helemaal het station zien. We zitten op de hoogste etage, op de 6e. Goedemorgen. Ik zie er weer lekker uitgeslapen uit. Maakt niet eens. Het is nu zondagochtend. En normaal probeer ik altijd op zondagochtend spinning te doen. Maar ik ga nu weer een keer Zumba doen op zondagochtend. Daar heb ik gewoon zin in. En ik kom toch niet meer naar het eerste uur van de spinning. Dus ja, normaal vind ik het altijd wel fijn om dan vroeg te gaan sporten. Want dan heb ik nog wat aan mijn dag. Maar ja, het is nu toch al 10 uur geweest. Dus ik ga lekker om 10:30 naar Zumba. Hallo, ik ben weer terug van de Zumba. En opeens is het echt... wacht, hoe laat is het? Nou, opeens is het 3:15. Ja, ik kan vanaf hier beneden de klok niet zo duidelijk zien. Maar het is 2:15. Dus en ik had echt zoiets van, wow, hoe dan? Want de tijd gaat zo snel. Ik moet nog mijn nieuwe tas fotograferen. Tenminste, dat wil ik vandaag doen. Eigenlijk buiten in een leuke herfstsetting wil ik een leuk plekje voor zoeken. Make-up foto's maken. En eigenlijk ook weer nieuwe dingen fotograferen voor in mijn shop. Maar vandaag is de wintertijd ingegaan. Wat betekent dat het nu echt heel veel donker gaat worden. Echt om 4:30 of zo, denk ik. En ik moet ook nog douchen, dus ik zit echt even zo van, oké, hoe ga ik dit nu allemaal time managen? Maar ja, ik zie wel hoe ver ik kom. Zo, ik was deze week weer goed verwend met allerlei verschillende producten, dus die heb ik net gefotografeerd hier op tafel. En nu ga ik dus naar buiten met mijn nieuwe tas en even kijken of ik die leuk kan fotograferen met wat herfstblaadjes of zo. Ik heb hier niet echt zon helaas, maar wel mooie gele herfstblaadjes. Zo, ik heb mijn
kledingkast een beetje opgeruimd vanavond. Ja, ik weet, het is niet super netjes. Als je in Bassenkast kijkt, die heeft echt hele rechte stapels. Maar ja, dat doe ik niet aan hoor. Ik vind wollend draaien was echt best wel eng. Ik heb ze natuurlijk wel op het wolprogramma gedaan. Maar toch, weet je. Truien zijn zo kwetsbaar. Nou ja, ik ben eigenlijk stiekem een beetje te onhandig, ongeduldig. En een klein beetje te lui om ze met de hand te wassen. Het is zondag en we gaan koken. Ik heb twee dingen opgezocht die ik wil maken. Ik wil zeggen kikkererwten, maar hummus, dat maak ik van kikkererwten. En broccoli soep. Weer een soep, broccoli soep dit keer. Ik heb twee recepten. Die met hummus, die kwam ik hierop tegen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik maken. Het ziet er ook zo lekker uit. Is ohmyfoodnest.nl. Dus mocht je het ook willen maken, staat hier een recept op. En de broccoli soep van Albert Heijn van Allerhande. We zijn klaar. De zongedroogde tomaten. Of nee, de tomaten. Nee, de zoete hummus. Is het niet helemaal gelukt. Volgens mij begeven we het aantal zongedroogde tomaten een beetje verkeerd. Maar we hebben alsnog best wel. Hij was best wel droog. En nog wel wat lekker kunnen maken. Brood en de broccoli soep. Goedemiddag, het is maandag. Ik ben onderweg naar mijn afspraak bij Max Factor. Ik ga met een metro. Loop nu terug van mijn afspraak. Dus weer terug naar het hotel, wilde ik zeggen, naar het station. Ging goed, leuk, positief. En het is hier nu zo mooi. Er staan hier heel veel bomen. Met allemaal herfstblaadjes in mooie kleuren. En ik vind het echt mooi. En toen ik hierheen liep, toen scheen de zon ook nog eens. Dus dan is het extra mooi. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep! Hoera! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep de piep! Hoera! Ja! Ik zie je niet meer. Nou, het is een heel groot vel. Ja, nu doe je dat om je hele lijf dan een jas. Het is wel lekker warm. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 27 oktober en ik ben vandaag dus jarig. 22 jaar word ik vandaag. En ik heb ontstoken ogen, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik werd vanochtend wakker en toen waren mijn ogen echt helemaal dichtgeplakt. En ze zijn echt helemaal rood en tranerig. Dus ja, dat is mijn verjaardagscadeautje. Nee, nou ja. Boeien, het doet niet heel erg pijn of zo. Dus ik hoop maar gewoon dat het snel weer overgaat. Alleen het ziet er gewoon een beetje leem uit. Ja, Bas is naar zijn werk. Ik heb vannacht al van hem een cadeautje gekregen, wat jullie hebben kunnen zien. En ik ga nu eventjes aankleden en heb ik zo meteen een meeting. Het is eigenlijk gewoon... best een normale dag. Maar we gaan wel vanavond gezellig uit eten. Dus tot strakjes. Oh jongens, het is echt zo'n lekker weer vandaag. Gewoon echt zon. En het is helemaal niet koud. Het is echt al 20 jaar absoluut scheidweer op mijn verjaardag. Maar dit jaar heb ik gewoon geluk. Ik heb echt al heel veel lieve felicitaties gekregen. En nu ga ik lekker op een terrasje lunchen met mijn vader. Dus ik voel me helemaal jarig. En mijn cavia's fluiten me toe, zoals jullie horen. Er is een nieuw tentje in de stad. Die kende ik nog niet, maar het ziet er echt heel leuk uit. En ze hebben heel lekkere taarten en broodjes volgens mij. Dus we gaan hier even zitten. Ik ben even een slinger en een lekker foute haarband aan het kopen voor een foto met een verjaardagsthema voor op mijn Instagram. Ik moest er even over nadenken hoe ik het moest formuleren, maar dat is het. Bij de Intertoys. Ik heb vandaag een hele dag filmpjes gemaakt en ben ik gewoon niet zo goed in vloggen. En ik ga nu zo even wat boodschapjes doen. Ik wil even laten zien. Ik heb een pakket gekregen van Lush. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Nog niet helemaal af, maar het begin is gemaakt. Met als resultaat dat ik nu mijn badkuip leer. Oh, dit ga ik allemaal nog geven, joh. Ik heb echt zoveel zin in. Alles ziet er zo lekker uit. Het ruikt ook zo lekker. Ik moet jullie even mijn nieuwe trots en zaligheid laten zien. En bam. Ouwe, even kijken, focus. Die is helemaal raar gaan doen op de bodem. Dus hij is wel roze, dus dat is wel helemaal veren, maar goed. Ik denk niet dat als je dat
mee eet, dat dat echt heel lekker is. Dus ik heb weer een mooie shiny nieuwe. Hallo, we zijn nu in Rosmalen. We gaan uit eten bij Jaffa. Dat is ons favoriete restaurantje in Rosmalen. En ik mocht kiezen waar we heen gingen en ik wilde naar Jaffa. De batterij van mijn vlogcamera is trouwens bijna leeg. Dus ik denk niet dat ik echt nog de hele avond kan vloggen. Maar ik ga kijken hoe ver ik kom. Zo, deze pizza ziet er lekker uit, dacht ik zo. Wat is dit dan? Dat is artisjok. Oh, ik dacht al. Het is net zo'n artisjok, ja. En ik heb ook een feta salade. Wat heb jij, Bas? Geen idee, wat zal dit zijn? Ik denk een varkensreet. Lekker man, lekker sappig pilletje. Ik heb net een virtual reality bril gekregen. Hier moet dan telefoon in. Oh ja, daarom natuurlijk zit open. De. Hier moet je telefoon in, dan kan je hier doorheen kijken. Ik ga het zo meteen proberen. Leuk! Ik heb vandaag weer iets besteld, binnengekregen. Ik heb het eerder maandag besteld. En sinds een tijdje ben ik al heel fan van Disaronno. Ik vind het heel lekker. Het is jullie vast opgevallen in vlogs en andere dingen. Omdat we dat heel vaak denken. En sinds dit jaar, volgens mij, zijn ze begonnen met samenwerkingen met modehuizen. De eerste was Disaronno Versace. Dat is zo'n leuke Versace fles. En Versace is een van mijn favoriete merken, ook al is hij een beetje fout. Maar het is wel erg duur, dus daarom heb ik er niet zoveel van. En toen kreeg ik nog leuke glaasjes erbij en hier moest je dan Disaronno Sour van maken. En toen kreeg je Disaronno Moschino, of Love Moschino, met allemaal hartjes. Daar kreeg je ook twee leuke glazen bij. En nu hebben ze een nieuwe, Disaronno Roberto Cavalli. Supermooie fles, supermooie glazen. Alleen wat nu nog extra is dan normaal, eens even kijken, is dat ze nu allemaal kleine flesjes hebben. Dat hadden ze bij die andere niet. Super schattig. Allemaal in een soort van dierenprint. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben lekker aan het werk. En ondertussen heb ik net even een krentenbol gepakt om op te eten. Ik ben super blij, er is vandaag een nieuwe video op mijn Vera Camilla kanaal online gekomen. Waar ik best wel zenuwachtig voor was. En ja, het is een opmaak- en kletsvideo. Niet super revolutionair, maar voor mij wel iets heel nieuws. En vooral omdat ik best wel veel... Ik was bang dat het over zou komen dat ik deze video gemaakt had. Omdat ik niks anders wist of omdat ik geen tijd had. Want het is een video die echt heel kaal is. Geen achtergrondmuziek, geen geknip, geen voice-over, geen close-ups van de producten, geen speciale effecten, geen intro. Alleen maar opmaken en kletsen. Maar het leek me wel echt heel erg leuk om een keer te doen, omdat ik ook gewoon van kletsvideo's hou. En dan met die make-up gecombineerd leek mij wel een heel leuke combinatie. Ik vond het bij andere YouTubers ook leuk. En er wordt dus heel positief gereageerd, dus ik ben ontzettend opgelucht. Sommige merken hebben echt een heel leuke Instagram pagina's. En zoals Maybelline, die heeft nu dan een foto van deze mascara, de Great Lash. Die al heel lang te koop is. En hoe die er eerst uitzag in 1970. Super leuk om te zien, vooral omdat ik deze verpakking al best wel vintage vond. Of... ja, retro. Meer dat ik denk van, je ziet wel dat hij niet afgelopen jaar uitgebracht is. Maar zo zag hij er dus eigenlijk uit. Het is nog heel anders ook. Hoi, het is nu donderdagavond en Bas is net begonnen met het maken van een taart. Hoe heet hij ook alweer? De taart? Ja, het is een zouten karamel cheesecake met speculaas. Oké, nou dat dus. We gaan er als het goed is twee maken. Voor mijn verjaardag ben ik al jaren geweest, maar zaterdag dus over twee dagen dan vier ik het. We zaten er een beetje mee van, oké, wat voor taart moet ik kopen, nemen. Dat wist ik allemaal niet zo goed en op een gegeven moment dacht ik, ga gewoon zelf iets maken, superleuk. Dus ik hoop dat het lukt. To be continued. Gaat het goed hoor. Wat is dit nou? Dit is slagroom. Oh, met witte chocola. Met er zitten drie repen witte chocola in. Ik ruik ook echt heel erg speculaas. Wat is dat? Oh, dat is die bodem. Ja, dat is de bodem. Die is van brokken speculaas met boter. Daar heb ik de bodem mee gemaakt. En dit gaat zo meteen ook door de roomkaas heen. Witte chocolade cheesecake met kruidnoten en gezouten karamel. En die staat op wijn. Wijnspijsreis.nl. Goedemorgen, het is vrijdagochtend nu en ik ben gisteravond
weer vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik denk, nou, dat doe ik dan maar even vanochtend. Want anders krijg ik weer van jullie op mijn kop. Ik zal hem afsluiten met de taart waar Bas gisteren mee bezig is geweest. Hij is vanochtend gaan werken en toen sliep ik nog. Dus ik weet niet hoe het daarmee is afgelopen. Want gisteravond heeft hij hem af laten koelen. Dus hij is vannacht afgekoeld. En dan moest hij als het goed is vanochtend in de koelkast om op te stijven. Dus ik ga nu even in de koelkast kijken hoe die eruit ziet. Het ziet er echt apart uit. Net een beetje als vanillevla met bessen of zo. En nu vergeet ik het afsluiten alsnog. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken weer deze week. We vinden het super leuk dat jullie elke week zo trouw naar onze vrijdagvlogs kijken. En we vloggen nog steeds met heel veel plezier. Dus heel graag weer. Tot volgende week vrijdag. Doei!